kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. President Santokki eregast bij activiteiten rond Dag der Inheemsen en 133 jaar Javaanse immigratie. IMF-delegatie in Suriname voor evaluatie. Regering laat zich adviseren over uitspraak Constitutioneel Hof. Suriname zet wederom stap voorwaarts in defensiesamenwerking met Amerika. En regering buigt zich over nationale veiligheid. President Chandrika Prasad Santokki heeft in het kader van de herdenking 133 jaar Javaanse immigratie, tevens de viering van de Dag der Inheemsen, zijn waardering uitgesproken voor deze twee gemeenschappen in Suriname. Het staatshoofd is op woensdag 9 augustus bij verschillende activiteiten te gast geweest. Wij brengen u een compilatie van de activiteiten. De traditie bij de Javanen is als we een heel groot en bijzonder feest hebben, dan gaan we de avond van tevoren als familie bij elkaar komen om dankbaar te zijn en om onze dankbaarheid te uiten. En dat moment geeft een gevoel van overweldiging, emoties en dankbaarheid. En zo voel ik mij ook dankbaar dat we het nog een keer een jaartje mogen meemaken, maar ook dankbaar dat er zoveel mensen om ons heen zijn die het met ons menen. Ontwikkeling kon
vind dat de Javaanse gemeenschap vol harde werkers zit. Dus ik wens de Javaanse gemeenschap een fijne Javaanse immigratie toe. En ze hebben ook heerlijke gerechten, lekkers. Ik ben dol op hun lekkers. Mijn moeder zelf is een Javaan. Ik zie ook hoe ze zo hard werkt. En ze zijn echt mooie mensen. Poro, papa, papa, ipu, ipu, nem, nem, man. Sing de programma iki. Aku untuk okasi di interview iki wong Jawa aja lali adat Jawa. Wis what you do. Je blijft wong Jawa, vergeet je adat niet. Dat is zeer belangrijk. Het is juist een dag waar je moet bezinnen, waar je kan uiten. Toch? Dus daarom hebben we dat ook gedaan. Je kan niet zeggen van het is een viering, het is een herdenking. Herdenking van wat met ons is gebeurd, hoe wij verder moeten gaan, hoe wij ons leven moeten aanpakken, hoe wij onze rechten moeten verkrijgen en hoe wij in dialoog kunnen gaan met onze overheid en zodat niet in vijandschap. Je moet altijd vrede scheppen, zodat we dan in harmonie onze problemen met elkaar kunnen delen en oplossingen kunnen vinden en hoe wij dat zien. Dat is een van die dingen van dat wat wij moeten doen. Vandaag, 10 augustus 2023, heeft president Santokki een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, ontvangen op zijn kabinet. Tijdens deze bijeenkomst is er een evaluatie geweest van gemaakte afspraken en actiepunten die Suriname heeft meegekregen binnen de samenwerking met het IMF. Bij de vorige review was er een sterke focus op beleidsdialoog, waarbij nu de nadruk op uitvoering en capaciteit is gelegd. Meer hierover in het volgende verslag. Ja, het IMF-team is hier voor een week en ze zijn bezig met de afronding. De afspraak is dat er 3 maandelijks een review mission is en dus dit is de volgende missie. Twee maanden geleden was er een missie met hele moeilijke vraagstukken en je ziet dat dus door heel veel werk dat hier gebeurd is in Suriname, dat de volgende missie er is en dat deze een stuk relaxter loopt. Dat komt ook door het goede werk dat de vorige keer gebeurd is. Ze hebben toen gepraat met de president, met de voorzitter van de Nationale Assemblée en leidinggevende van de Assemblée. Ze hebben gepraat met vooral technische mensen. Maar deze keer zie je dat er ook heel veel tijd is ingeruimd om te praten met de vakbeweging, met het bedrijfsleven, met de Suriname Economic Oversight Board, dat nieuwe initiatief om de gemeenschap te informeren over hoe dat gaat. Je ziet ook in de discussie die nu plaatsvindt, dat de vorige keer de discussie was vooral hele heftige, zware beleidsthema's. En nu wordt ook over beleid gepraat, maar veel meer over uitvoering. Lukt het? Gaat het? En op de agenda is deze keer dus ook een gesprek gezet met de oppositie van het parlement. Dat is ook, daar zeggen wij dat het heel goed dat ze dat doen. En er is een gesprek met de vicepresident geweest. Het IMF zegt ja, let erop dat overal in de wereld problemen zijn. Dat problemen niet in één dag opgelost worden. Maar ze zeggen ook van ze zijn erg positief over hoe de voortgang hier is. En zij merken een redelijke stabiliteit in de koersen. De inflatie is nog wel wat hoog, maar dat moet omlaag. Dat is ook echt aandacht voor gevraagd door de president. Wij denken dat dit een goede missie wordt. We kijken dus ook gewoon goed uit naar
de goedkeuringen van deze reviews. En dat zal betekenen dat ergens in september de volgende 50 miljoen tranche aan steun erin komt. Een deel gaat naar de versterking van de centrale bank. Een deel gaat naar versterking van de begroting, aflossing van schulden. Het gaat ons weer een stukje makkelijker maken. So the discussion was about the important challenges that Suriname is facing, but also the ongoing legislative reforms about value-added tax, procurement law, and the general experience in the country on high inflation, on depreciation. And we talked about how to bring the fiscal house in order and how to also protect the most vulnerable population from the adjustment in the adjustment process. The president is fully committed to the economic reform program, and I just want to emphasize, even though the IMF is facilitating the program, this is a homegrown program that the Surinamese people are implementing. We're here as facilitators to provide advice on best practices, but in the end, this is in the hands of the Surinamese people. Just wanted to compliment our counterparts at the Ministry of Finance, at the Central Bank for the active engagement and candid conversations that we had this week. Well, after this mission, we hope to take the review, the next review, to the IMF board, and we'll be there to defend Suriname and make sure that we approve the review and approve the disbursement to Suriname and continue to support Suriname's efforts to bring this economy back on track. De regering zal zich door een team van deskundigen laten informeren omtrent de meest recente uitspraak van het Constitutioneel Hof. Dit besluit is op dinsdag 8 augustus 2023 genomen tijdens een spoedbijeenkomst op het kabinet van de president. Tijdens deze meeting hebben president Santokki en vice-president Ronnie Brunswijk zich samen met de leiding van de Nationale Assemblée, de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, agent van de staat, meester Roy Bainat Pandey en de ministers Kenneth Amoksi en David Abiyamovo gebogen over het oordeel van het Hof. Hierbij waren ook juristen van het Bureau Mensenrechten en andere deskundigen aanwezig. Er is inderdaad een meeting geweest. Met de president, de vice-president, de voorzitter van de DNA, ook de ondervoorzitter, de agent van de staat, minister Baidash Pandey, enkele andere mensenrechten deskundigen. Die meeting ging over het oordeel. Het recente oordeel van het Constitutioneel Hof met betrekking tot de Amnestiewet 1992. En kijk, als overheid, wanneer er een oordeel is uitgekomen vanuit het Constitutioneel Hof, dan ga je zitten daarover, je gaat je beraden daarover, je gaat met de mensenrechten deskundigen praten van eigenlijk wat is dit, wat betekent het? Toch? En daarover ging het. Bijvoorbeeld als we zouden praten over consequenties. We weten allemaal dat inderdaad een binnenlandse oorlog is geweest. En dat deze amnestiewet de basis is geweest om de vijandelijkheden te doen beëindigen. En alle partijen aan tafel te krijgen. En zo op die manier het democratisch proces van verkiezingen en regering om al deze zaken weer in place te krijgen. En one day, je kiest een oordeel voor een Constitutioneel Hof. Bij als het ware, alles aan je kon tapen 0.baka.
en terecht nou een moment die kotak alleen maar zijn bij de betrokken in zo'n gebeurtenis. Tak dogos, dan denk je even dat je op zijn naam met Tamara. Maar het is niet zo dat je Nelek Tamara, openbaar ministerie, ook die opdracht, dat je de moet spoor dat hij op, de moet spoor die op. Nee, daarom ik hoor aan mij ten tijde. Voor kon naar Makandra, voor Luku soort besluit Kanteki, voor Gomoro Fara en voor Umgo om. Nanga oordeel dit voor een conditioneel hof. Dus aan de ene is op sa, dat is sowieso lekker wat openbaar ministerie, APG, een instituut. Sowieso wil ik regering, zijn we schrijf go drape voor adviseren om ook te gaan om nanga een situatie die zijn. Het ministerie van Defensie heeft met de ondertekening van de Memorandum of Understanding in zaken de coöperatieve Situational Information Integration System wederom een stap voorwaarts gezet in de jarenlange defensiesamenwerking met de Verenigde Staten van Amerika. De ondertekening tussen minister Krishna Kumari Mathura en ambassadeur Robert Fauscher heeft op dinsdag 8 augustus plaatsgevonden. De MOU is een intentie om samen te werken. En die intentie, die samenwerking is gebaseerd om eigenlijk illegaliteit in onze luchtruim en in onze maritieme zone te detecteren. En die informatie te delen met een netwerk dat er bestaat tussen Amerika en een heleboel Caribische landen. En waar ze kunnen zien via radarsystemen van welke vliegtuigen er komen, welke zijn legaal. Welke zijn illegaal en ook schepen die er zijn in onze. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons, omdat wij eigenlijk nog niet hebben kunnen investeren in radarsystemen. Dus vaak zien we die informatie niet. En omdat we die informatie niet zien en niet hebben, kunnen we daarop ook geen acties voorbereiden. Nu we met deze MOU toegetreden zijn tot dit netwerk, geeft het ons in elk geval een basis. En dan kunnen we zien wat de omvang is en dan kunnen we ook daadwerkelijk ook zeggen van laten we samen acties ondernemen om het ook te bestrijden. Maar samenwerking is niet alleen tussen Defensie en het netwerk, maar het is tussen meerdere ministeries. Dus de Coast Guard, de Kustwacht is erbij betrokken, het ministerie van TCT zal erbij betrokken worden. Het Openbaar Ministerie zal erbij betrokken worden. De minister van Justitie en Politie die zal erbij betrokken worden. Dus wij gaan ook een platform maken waarbij we datgene wat we zien en wat we aan informatie hebben met elkaar zullen delen. En dat we op basis daarvan ook acties voorbereiden. Het is aan ons om te bepalen van welke informatie wij willen delen. Wij gaan inzicht hebben, maar het is aan ons om te bepalen wat we willen delen en wat we willen geven. En aan welk land? De regering heeft zich recentelijk gebogen over de nationale veiligheid. Hierbij is gekeken naar het Nationaal Veiligheidsplan, dat eerder dit jaar tijdens de veiligheidsconferentie door de werkgroep Nationaal Strategisch en Veiligheidsplan aan president Santokki is aangeboden. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie noemt dit een heel belangrijk document. Het Nationale Veiligheidsplan is een heel belangrijk document dat door die commissie is gemaakt en aangeboden aan de president. Niet alleen aangeboden, er is een workshop gehouden. Verschillende ministeries zijn erbij betrokken, verschillende functionarissen zijn betrokken. Waar het om gaat is veiligheid is in de loop der jaren veel breder gaan worden. Ik zal een voorbeeld noemen. Nu met klimaatveranderingen, met harde winden, gaan we de eisen bijvoorbeeld om te bouwen moeten verscherpen. We gaan moeten checken. Voldoen de huizen, de regels, dus de vergunningen, de voorwaarden er nog aan of moeten we het verscherpen? Veiligheid rondom scholen, veiligheid rondom het witwassen van gelden.
Zo zijn er een heleboel veiligheid in de gezondheidszorg. Veiligheid van het milieu, bijvoorbeeld hoe je omgaat met chemische stoffen bijvoorbeeld. Daarover, over al deze zaken moeten de regels komen. En wat heeft die nationale commissie gedaan? Die heeft al deze zaken in kaart gebracht, geprioriteerd. Economische veiligheid, voedselveiligheid, dat zijn allemaal issues die daarin zijn opgenomen. En wat de president heeft gedaan is het aan de ministers die dat stukje in hun portefeuille hebben, die heeft hij gevraagd om dat te incorporeren in je eigen veiligheidsplan en actie daarop voor te bereiden en uit te voeren. Ik ga bijvoorbeeld een concreet voorbeeld noemen, bijvoorbeeld grenscontrole. Die hebben over een deel, maar een deel is ook bij andere ministeries. Dus wat moet ik doen dan? Nu gaan kijken van hoe kan ik die grenscontrole verbeteren? Wat zijn de acties die ik dit jaar ga uitvoeren? Wat zijn de acties die ik volgend jaar ga uitvoeren? Wat zijn de acties over 2 jaren die ik ga uitvoeren? Zo zijn er een aantal dingen. Gewoon openbare orde, verstoring, gewone criminaliteit, georganiseerde criminaliteit. Allemaal thema's die in het veiligheidsplan zijn opgenomen. En waar we dus de plicht hebben als ministers, als regering en als departementen om het te incorporeren in ons veiligheidsbeleid, in ons beleidsplan en daarop acties te formuleren. En zo bij te dragen aan een veilige samenleving. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.